Als je zo'n bericht te horen krijgt, dan schrik je echt een hoedje. Ja, ze heeft een hartafwijking, dat kunnen we opereren. Wat? Opereren? Het kind is nog niet geboren. Dan staat je wereld op zijn kop en dan weet je echt niet wat je moet doen. We zijn bij het WKZ terechtgekomen naar verwijzing van de echoscopisten bij de 20 weken echo. En daar werd een hartafwijking geconstateerd. De positie van de grote vaten betekent dat de longslagaderen en de aorta omgedraaid zijn. En dat betekent als u geboren zou worden dat de bloed wat van de longen komt met zuurstof terug zou gaan naar de longen in plaats van door het lichaam gepompt wordt. Je moet een beslissing nemen of je de zwangerschap wil afbreken of dat je verder gaat. En dat is een heel spannend stuk voor jezelf en voor elkaar om daar beslissing over te nemen. Maar uiteindelijk waren we eigenlijk gevoelsmatig, kwamen we eigenlijk op hetzelfde punt uit en zeiden wij op hetzelfde moment tegen elkaar, we gaan ervoor en we gaan dit doen. En hoe dan ook, we houden sowieso van ons kindje en hoe dit ook gaat lopen, dit gaan wij doen. Op het moment dat Jules geboren werd, wisten we dat ze meteen meegenomen zou worden. Dat is ook gebeurd. Ik had met Lieke afgesproken dat ik met Jules mee zou gaan en Lieke dus alleen achter zou blijven. Dat is voor vrouwen die net bevallen zijn psychisch heel erg lastig. Ja, je wil je kind bij je hebben. Je hebt 9 maanden je kind gedragen. Je wil dat gewoon bij je hebben. En de operatiedag, die was 6 dagen na haar geboorte. Nou, dat is de spannendste dag geweest van ons leven. Maar uiteindelijk bleek het allemaal goed gegaan te zijn. En waren we enorm blij om haar weer te zien. Ja, wat ze heel bijzonder vonden tijdens die opname is dat er heel vaak gevraagd werd naar hoe het nou eigenlijk ging met ons. En hoe het broertje en het zusje van Jules erop reageerden. En ja, het gaf ons echt het gevoel dat er eigenlijk naar ons hele gezin gekeken werd. Ja, dat vond ik heel bijzonder. We hebben met Jules aan verschillende onderzoeken meegedaan. Ja, voor ons is dat heel belangrijk om te weten hoe ga je de zorg rondom kinderen met een hartafwijking verbeteren. Dat kan alleen maar door heel veel onderzoek te doen. En uiteindelijk blijft onderzoek in alle opzichten heel belangrijk voor de toekomst. En Jules is nu echt, ze is gewoon een gezond kind eigenlijk. Ze functioneert normaal. We hebben wel een tijdje de illusie gehad dat ze niet echt meer een hartpatiënt was. Want ja, het is nu toch geopereerd. Maar ja, we zijn daar toch wel van teruggekomen. Want ze blijft een hartpatiënt. Maar je vergeet het, want ze doet het zo fantastisch en ze doet het zo normaal. Ja, het is gewoon echt een kind zoals ieder ander kind. En we weten niet wat de toekomst brengt, maar we leven dag bij dag en zien ook echt dat zij het fantastisch doet.